De helft van de jongeren ervaart geldstress. ROC Nijmegen trapt daarom een campagne af om hen te helpen. Dan ga je op een gegeven moment ook met je hoofd in de zand steken en denk van, weet je, laat maar zien zitten. Ik open mijn brieven niet meer, want als ik het niet zie, dan is het er ook niet. En verder in het nieuws vandaag. Radboud Universiteit gaat terug in de tijd en Expo in Persingen verbindt 80 jaar vrijheid met vluchtelingen anno nu. De helft van de jongeren in Nederland ervaart geldstress. Rekeningen voor achteraf betalen, leningen bij vrienden of familie en de zorgverzekering zorgen voor oplopende problemen. Minder dan een derde van de jongeren weet hiervoor professionele hulp te vinden, blijkt uit een peiling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Geldfit. Daarom werd vandaag bij ROC Nijmegen de nieuwe campagne Geldstress afgetrapt. Niet genoeg geld hebben om alle rekeningen te betalen, niet met je vrienden uit eten kunnen. Het zijn zorgen waar de helft van de Nederlandse jongeren mee rondloopt. Geldfit en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben samen met jongeren een campagne bedacht om deze groep te helpen. Want veel van hen durven er niet echt over te praten. Want juist door erover te praten, ja, wordt het ook toch wel ietsjes lichter. Maar wat we tegelijkertijd ook zien is dat veel jongeren nog niet de stap naar hulp zetten. Twee derde van de jongeren doet dat niet. En een heel deel van de jongeren weet eigenlijk ook niet waar de hulp te vinden. Jongeren belanden vaak ongemerkt in financiële problemen. En dit zorgt voor flinke stress. Zo ook Job en Lela, die bezig zijn met hun schuld afbetalen. Eigenlijk begon het een beetje met mijn zorgverzekering. Ik was 18 en ik was het huis uitgegaan. Omdat ik dacht, ik kan de wereld aan. En vervolgens kwamen er wat tegenslagen op me af. En betaalde ik op een gegeven moment van mijn zorgtoeslag mijn boodschappen. Fouten gemaakt met Afterpay of Klarna. Of bij incassobedrijven waar ik gewoon fouten heb gemaakt. En dat ben ik heel lang blind voor geweest, dus dat moest gewoon opgelost worden. Dan ga je op een gegeven moment ook met je hoofd in de zand steken en denk van, weet je, laat maar zien zitten. Ik open mijn brieven niet meer, want als ik het niet zie, dan is het er ook niet. Bij Geldfit kunnen jongeren terecht voor tips of een luisterend oor. De hulplijn is te bereiken via chat, e-mail, maar ook WhatsApp. Dus van een hele simpele misschien vraag, maar hoe vraag ik zorgtoeslag aan? En dat lijkt simpel, maar dat is vaak voor jongeren echt wel complex. Ik wil meer kunnen sparen, hoe zou ik dat aan kunnen pakken? Ik heb echt rekeningen die ik niet kan betalen, kun je me daarbij helpen? Dus... Via Geldfit worden jongeren naar de juiste organisaties gestuurd. Veel gemeenten hebben bijvoorbeeld hun eigen helpdesk, of je kan gekoppeld worden aan een buddy. Met als doel om uit de geldstress te komen, want de gevolgen kunnen groot zijn. Ik word heel stil, ik ben niet een gezellig persoon van die stress. Ik denk dat niemand die stress ervaart een gezellig persoon is op het moment dat je daar echt middenin zit. Wiskunde fysiek, mentaal, klachten krijgen. En je ziet ook dat sommige mensen gewoon ook moeilijk vinden om dan sociaal met de vrienden mee te doen, zeker als die het niet weten. Ja, voor mij was het echt wel een stukje jezelf terugtrekken uit de sociale wereld en een beetje kluisenaarsleven leiden en je jongerenleven eigenlijk echt wel een stuk opgeven. Als jongeren zich herkennen in deze verhalen, is erover praten een belangrijke eerste stap. Ja, blijf communiceren, ook met instanties waar je schulden hebt lopen. Blijf bellen, blijf communiceren, want daar kom je toch het verste mee. Je brieven niet openmaken, niet communiceren, dat lost je problemen helemaal niet op. Als het gaat over de Regency-periode, denken we vaak aan de glitterjurken uit de serie Bridgerton en de romantische scènes uit Pride and Prejudice. Maar in hoeverre klopt dat eigenlijk? De studenten van de Radboud Universiteit leren tijdens de maand van de geschiedenis hoe het er vroeger echt aan toe ging. Samen met docenten hebben ze de hal van het Erasmusgebouw omgetoverd tot een heuse balzaal die zo uit de Regency-periode lijkt te komen. Nou, het doel van de activiteit is om mensen vooral te laten nadenken over wat echt is en wat nep is. En de wereld van het Hof is daar een heel erg mooi voorbeeld van. Want dat ziet er anders uit dan in series als Bridgerton of Pride and Prejudice. Tijdens de maand van de geschiedenis gaan ze op zoek naar het onderscheid tussen echt en nep. Ja, we zijn wel bekend met Bridgerton. Het is een beetje een verboden woord bij ons geworden. Omdat er toch wel een paar dingen in de serie zijn waarvan we denken, soms gaan de dansen iets te close. Terwijl er eigenlijk
altijd wel een beetje ruimte voor Jezus bleef. En ook de kostuums zijn soms of net te oud eigenlijk voor de periode. Tot op zekere hoogte zitten er natuurlijk elementen in die waar zijn, die waar gebeurd zijn. Maar je moet ze toch ook met een stevige korrel zout nemen, zou ik zeggen. Soms ontstaan er misvattingen en dat is dan wel een nadeel. Bijvoorbeeld heel veel mensen denken nog steeds dat korsetten heel erg schadelijk kunnen zijn. Terwijl die eigenlijk juist oorspronkelijk bedoeld waren om heel erg ondersteuning te bieden. In een workshop leren studenten meer over dit soort misvattingen en over hoe een bal er echt uitzag, inclusief de dans. Ik hou echt van hofcultuur, dus ik vind het heel erg leuk om dit soort dingen echt te ervaren. Ik dacht dat het ongemakkelijk ging worden, maar het was echt hartstikke gezellig, het was hartstikke leuk. Ik heb eigenlijk geleerd hoe leuk hofdansen eigenlijk kan zijn. Dus ik heb ook meteen een folder meegepakt en wie weet ga ik nog wat proeflessen volgen. De woning en grond van de omstreden dierenverhuurder Bert in Appeltern werden vandaag gedwongen verkocht. De bank besloot vanwege een forse betalingsachterstand tot een executieveiling. De schuld bij de bank bedraagt ruim 1 miljoen euro. Bert en zijn bedrijf liggen al jaren onder vuur, onder andere omdat hij zijn dieren zou verwaarlozen. Ook mocht hij sinds 2019 geen dieren verhuren, omdat dit niet paste in het bestemmingsplan. Bert was vandaag niet bereikbaar voor een reactie. Maar dat hij zijn woning en grond in Appeltern kwijtraakt, is duidelijk. Of ze ergens anders onderdak hebben gevonden, is niet bekend. Druten heeft in de eerste helft van dit jaar slechts 3 van de toegewezen 21 statushouders aan een woning kunnen helpen. Er zouden niet voldoende woningen voor zoveel statushouders zijn. De gemeente gaat de groep nu prioriteit geven als er woningen vrijkomen en gaat inzetten op woningdelen. Donderdag evalueert Druten tijdens de gemeenteraadsvergadering de taakstelling vergunninghouders. Iedere gemeente in Nederland krijgt vanuit Den Haag de verplichting om statushouders te huisvesten. Hoeveel er dat zijn hangt af van de omvang van de gemeente. De taakstelling wordt 2 maal per jaar opgelegd. Bij de Toornse Molen in Persingen is sinds vorige week Vluchten toen en nu te zien. Dit is een expositie om stil te staan bij de 80-jarige vrijheid van ons land en de vluchtelingen van nu. De zussen Vierboom nodigen iedereen uit om te komen kijken en vertelde ons hier vandaag meer over. De zussen Vierboom vinden het belangrijk dat er wordt stilgestaan bij wat er 80 jaar geleden plaatsvond op deze plek. Bij deze molen vonden destijds namelijk gevechten en bombardementen plaats. Wat zie je hier achter jou? Daar zie je de expositie van de Toornse Molen, want daar zijn we nu, hè? De expositie Vluchten toen en nu. En waarom hebben jullie dit georganiseerd? Omdat er 80 jaar vrijheid gevierd werd, afgelopen, of nu eigenlijk nog steeds, afgelopen periode. En hier, deze plek is een beetje een historische plek, omdat hier ook gebombardeerd is. De molen die hier nu mooi staat, die is in 1944 gebombardeerd. En toen moesten mensen vluchten hier, die moesten evacueren. Dus wij wilden daar ook aandacht aan besteden. Bij deze expositie kan je je verdiepen in de geschiedenis door middel van een fotomuur. Ook zijn er stellages met creatieve bijdragen van schoolkinderen uit de omgeving. Er is een fotowand gemaakt en die heeft als basis gehad eigenlijk de geschiedenis van de 4 families die hier in 1944 woonden. Er waren 4 verschillende families, waaronder de familie van onze vader en in de andere 2 vitrines. We hebben schoolkinderen betrokken bij dit project omdat we dachten het is ook belangrijk om aandacht te besteden aan de jeugd en in combinatie met het thema vluchten. En ook omdat er gevluchte kinderen op de school, basisschool zit hier in het dorp en aan de overkant van de grens in Kranenburg. En de schoolkinderen die hebben meegewerkt aan dit project, die hebben bijvoorbeeld de vraag gekregen van wat zou je meenemen als je zou moeten vluchten. De zussen nodigen iedereen uit om te komen kijken. Dit kan onder het genot van een kopje koffie uit het restaurant. Nou, voor alle bezoekers van de Toornse Molen, dus mensen die hier langskomen en die hier op bezoek komen, die kunnen even doorlopen, het restaurant doorlopen en kijken wat er hier te zien is. Iedereen is welkom. Er werd hoog van de toren geblazen over vandaag, maar uiteindelijk viel het wel mee met die warmte. Op veel plekken werd net of net niet de 20 graden gehaald. Helaas is daarmee de kans op mooi nazomerweer wel verkeken, want de komende dagen wordt het langzaamaan iets slechter. Zo overheerst morgen de bewolking en kan er ook hier en daar wat regen uitvallen. Wel wordt het nog zo'n 20 graden.
De dagen erna zakt het kwik langzaam wat verder terug en blijft het wisselvallig. Ook in de nieuwe week houden we voorlopig zacht, maar wisselvallig najaarsweer. Dit was het RN7 regionieuws van woensdag 16 oktober. Kijk voor het actuele nieuws op onze website rn7.nl of in de gratis RN7 app. Nu op RN7 zie je een nieuwe aflevering van Nu in de Bios. Wij zijn er morgen weer, dus graag tot dan.